Breda Nu. Je weet het meteen. De 50ste editie van de Braderie van het Ginneke was een groot succes met maar liefst 100.000 bezoekers. Naast de braderie was er ook nog kermis en vele artiesten op de verschillende podia. Ja, wordt er nu iets speciaals, iets extra's gedaan, wordt er uitgepakt. Dan wordt het natuurlijk altijd wel uitgepakt in het Ginneke met de vele activiteiten die hier altijd zijn. 50 jaar Bruis het Ginneke. Ja, we hebben in ieder geval een topartiest binnengehaald. Ja, Samantha Steenwijk, die heeft hier staan zingen als ja, en iedereen deed mee. Het was gewoon echt fantastisch. Dat was een hele leuke trekker en dat heeft ook mede erbij gedragen, denk ik. Dat ja, vanaf woensdag het zo ontzettend druk al is geweest. Nou, het is de laatste week van de kindervakantie. Of van de schoolvakantie, zeg maar. Eigenlijk zou je denken van ja, de vakantie, dan is er veel minder publiek. Maar dat overtreft gigantisch op dit moment. Het is een geweldig jaar. Nou, op elke braderie moet je een tas kopen. Ja. Maar wordt het groen of wordt het groen of wordt het zwart? Of groen en zwart? Of twee zwart. Zou dat doen? Ja, maar ik moet er één weggeven. Nou, dan zou ik er 3 kopen. Nee, dat doe ik niet. U staat te genieten van iets, volgens mij. Ik sta te wachten op mijn vriend, die is daar aan bellen. En onze zoontjes die gaan hier zo meteen lekker springen. Die hebben net op de rommelmarkt. Hij heeft voor 75 euro spullen verkocht. Echt alles verkocht. En nu mag hij 5 euro uitgeven aan mij. Dat is mooi. En hij kiest het springen dan? Hij kiest voor springen, daar ben ik wel blij mee, want dat is nog redelijk onschuldig. En mij krijg je helemaal nergens in. Dus de zaken gaan goed vandaag? Ze gaan zeker goed hier. En vanaf hoe laat zitten jullie hier al? 8 uur, half negen, zoiets. En wat drinken jullie dan? Ik wil Rivella en Sarah. Ik weet nog niet echt wat ik wil, maar... En wat drink jij? Appelsap. Appelsap. Geen duveltje? Nee. Wie drinkt er wel veel duvel? Papa. Wat was het leukste op de braderie? Dit. Ja. Dus dit is voor jou ook gewoon de braderie? Ja. Nou, dat snap ik ook wel. Hey, heb je al bijna prijs? Ja. En wat ga je uitzoeken? Ik weet het niet nog. Moet je kijken daar. Hele grote knuffels vinden papa en mama altijd heel leuk. Ja, denk ik. Ja, dat is heel raar als ik zou vragen, mag ik even aan je vachtje zitten? Maar jij mag het. Doe maar. 1 keer. Zo kan het wel. Zacht, hè? Leuk, hé? Ja, echt leuk, hé. Ja. Hey, en jullie hebben ook al opgetreden? Of? Wij hebben al opgetreden, ja. Net voor u. Zijn we eigenlijk net te laat dan? Ja. Maar ja, dat geeft niks, hoor. Nee? Ja. Kunnen we nog iets zingen? Of, Nou, niet veel meer. Nee, dat zou een beetje weg, hè? Moet je de kruid verschoten? Ja. Nee, want wij moeten eigenlijk meezingen. Bij dit koor? Bij dit koor. Maar wij hadden zo honger en wij hebben eerst gegeten. En toen waren we te laat. Mocht je dan niet meer het podium op? Nee, als ze zingen niet, dan mag je niet het podium maar op. Nee, nee. Het warm in Breda. Het was code oranje. Ja, precies. Goed drinken. Ja, wij zijn hier vroeger met de braderie groot gekomen, joh. Want hoeveel jaar ga je hier al op de braderie dan? Ik ben pas 22, dus. Maar wat maakt deze braderie dan zo ontzettend gezellig dat jullie vanuit Roosendaal... Weer en de gezelligheid en dat moet je voelen. Ik kan het niet uitleggen, moet je voelen. Zingen ze vanavond? Ja, zingen heel veel. Ja, ik hoop van goede zangers. En wat is dan een mooi nummer, hè? Ik vind alles mooi. Van André Hazes en Tom Jones, daar ben ik helemaal weg van. Is dat de eerste nummer? Zeg je? Ja, de eerste van dit kwartier. Oh, hoeveel heb je er al op? Hoeveel heb je er al op? 3. Oh jee. Dan wordt een lange rit naar huis. We gaan nog langer niet naar huis. Een beetje afhankelijk van zijn alcoholpromillage. Breda Nu. Je weet het meteen.